Vandaag gaat het over steun aan ondernemers. En daarom ben ik blij dat ik hier ook mag staan als ondernemer. Al bijna 20 jaar lang. Want vanaf mijn 13e verkocht ik ijsjes met een ijskar van onze Friese familieonderneming. Een onderneming die is uitgegroeid van ijsverkoop uit mijn ijsbakfiets op mijn 13e tot een internationaal duurzame ijsfabriek die het vandaag is, actief in 12 landen. En voorzitter, ik heb daar prachtige herinneringen aan. De eerste keer omzet. Of 's avonds alle gulden stellen bij Paken, dat is Fries voor opa, op zijn tafel. Bij vreemden thuis aanbellen of je de telefoon mocht gebruiken, omdat je door je voorraad ijs heen was en Paken nieuwe kwam brengen, toen we nog geen mobieltjes hadden allemaal. En tot 2 maanden geleden dat ik 's ochtends de fabriek inliep om 7 uur 's ochtends en dan begon met een ijsje van de lopende band, om het ijs even te proeven. Want het is ons ijs en het moet goed zijn. En dat was het ook, voorzitter. En daarna pas beginnen met dat broodje. Maar jong ondernemen was niet alleen maar feest. Want in de avond, laat terug op die ijsbakfiets, zonder accu, zonder versnellingen, ook zonder fatsoenlijke rem. Dus je moest al 50 meter van tevoren op die pendalen gaan staan. Het was levensgevaarlijk. En tot in de late uurtjes schoonmaken, om een dag later weer op pad te kunnen. En het was hard werken. Net zoals ik van mijn ouders heb geleerd. Ze waren horecaondernemers. En hebben 30 jaar lang een restaurant gerund waar wij met het hele gezin boven woonden. Een prachtige jeugd waarin mijn ouders altijd aan het werk waren, 7 dagen per week, maar slechts 2 trappen van ons verwijderd. En als 13-jarige bedacht ik me daar dat ik me beter op de ijsjesverkoop kon richten en niet op het restaurant, want dan hoefde je tenslotte alleen maar in die mooie zomermaanden te werken. Maar voorzitter, de waarheid leerde ik in de 20 jaar die volgden. Tijdens mijn school- en studietijd heb ik mogen werken aan het bedrijf om het uit te bouwen wat het vandaag de dag is. En met tientallen collega's die net zo bevlogen met ijsjes bezig zijn als ik was. En net zoals mijn ouders en vele andere ondernemers, ondernemer ben je 24 uur per dag, 7 dagen per week. En in die reis van de afgelopen 20 jaar heb ik ook als ondernemer vaak zorgen gehad. Met als grootste uitdaging het begin van die coronacrisis. Voorzitter, ik heb de rijkdom van een verloofde, die ik heel snel ga trouwen, en 3 zoons. En als ik 's avonds aan het voorlezen was voor mijn kinderen, dan waren mijn gedachten soms bij het bedrijf. Houden we voldoende geld om de leveranciers te betalen? Hoe zorgen we ervoor dat onze medewerkers hun baan houden? En uiteindelijk is dat gelukt, voorzitter. Maar er zijn veel ondernemers die in deze ongekend zware tijd deze zorgen nog steeds hebben. En ik kan me die zorgen die het oplevert heel goed inbeelden. De pijn van het verdampte vermogen waar je jaren voor hebt gewerkt. Je pensioen, je geld voor later terug moeten stoppen in je zaak. En de zorgen om je medewerkers en hun gezinnen. Want voorzitter, een onderneming is niet slechts je bedrijf. Het is je kindje, je levenswerk. Een onderneming is meer dan een aantal getallen. Het is meer, het is iets waar je boterham meer verdient. Je bent je bedrijf, althans zo voelt het, elke dag. En je staat elke dag op met de verantwoordelijkheid voor je gezin en hun medewerkers. Maar gelukkig worden de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld. En de economie krabbelt op, in sommige sectoren langzaam. Maar veel ondernemers hebben nog pijn. Zoals in de detailhandel, de horeca, kunst en cultuur, de evenementensector. En die ondernemers wil ik als ondernemer helpen hier in de Tweede Kamer.